Die zelfrijdende auto van daarnet, natuurlijk moet die objecten herkennen rondom zich. Zoals ik al zei, wat is een boom, wat is een verkeerslicht? Weer mijnzelfde vraag. Wie heeft dat getraind? Wie heeft zich bezig gehouden met een paar 10.000 keer tegen de computer te zeggen dat is een verkeerslicht en dat is een verkeerslicht en dat is een verkeerslicht? Wie zou dat gedaan hebben? Kennen jullie hem? Dit zijn captchas. En captchas zijn oorspronkelijk ontwikkeld om te kunnen zien of dat je een mens bent of een softwareprogramma. Wat heb je nodig om dat te testen? Een taak die nog net te moeilijk is voor een computer. Dus toen captcha opgericht is, heeft Google dat onmiddellijk overgekocht. Toen dachten ze, hoera, de hele wereld werkt voor ons nu. En Google is bezig met een zelfrijdende auto, dus zijn zij nu ons afbeeldingen aan het laten zien en wij trainen hun AI om die dingen te herkennen. En dan kan je je afvragen, wacht, maar dat ding moet toch checken of dat wij een mens zijn of een robot? Tuurlijk, daarom krijg je meestal 2 of 3 afbeeldingen. Eentje is de test. De andere 2 zijn wij die als aapjes in een doos zitten te werken voor Google. Rekketekketek, rekketekketek. Google is een van de grootste AI-onderzoekers ter wereld. Een project van Google een tijdje terug was om alle oude wetenschappelijke boeken in te scannen en te digitaliseren. Natuurlijk, in een oud boek staat er af en toe een woord dat slecht gedrukt is of uitgelopen of gelijk wat. Daarom kregen wij vroeger deze captchas. Dus rechts is de test, ben je een mens of een computer. Links is simpelweg een woord uit een oud wetenschappelijk boek dat de AI niet kon lezen. Hadden wij toen afgesproken om altijd piemel te typen?